Ja, ik kwam bij Heubach in het elftal bij Pascal de Vries. We hadden het net al even over. Maar die sfeer daar was zo top. Dus in Amsterdam was het toch wel wat iets arroganter. En ja, dat was niet mijn ding. En, voelde als familie, heb je wel eens gezien? Ja, ik kom graag nog in Enschede en bij wedstrijden en zo. Ik voel me wel thuis hier. Dus ik wilde niet meer terug naar Ajax toen ik daar toen ik bij Twente weg moest. Ik kreeg van Rutte door van nou, je moet terug naar Ajax. Want ik had nog een contract voor 3 jaar. Die moet terug. Tranen? Ja, huilen. Ik stond echt te huilen als klein kind. Want ik wilde gewoon bij Twente blijven. Voetbaltijd wordt mede mogelijk gemaakt door... Welkom bij een nieuwe aflevering van Voetbaltijd vanuit het Van der Valk Hotel in Enschede. Met vandaag in de opstelling speciale aflevering met Jeroen Heubach, cultheld van FC Twente, René Wagelaar en 17-voudige international Andy van der Meijden. Mannen, welkom. Dank je. Andy, hoe is het met je? Gaat goed. Ja? Mag niet klagen. Goed om te horen. Ja, je bent met veel leuke dingen bezig. We zien je bij VTBL. Je hebt je eigen YouTube-programmaatje. Ja, gaat heel goed eigenlijk. En, ik had dat niet verwacht, maar ik begin gewoon met een paar cameraatjes kopen en dan ga ik wat voetballers uitnodigen. Maar ja, dat gaat gewoon. Ah, wel toppers. Je hebt allemaal wel goed. Ja, ik heb mooie spelers en trainers ook gehad, dus het gaat steeds beter. Je krijgt iedereen die je wil, krijg je in de baan. Ja. Alleen geen vrouwen, hè? Nee, is dat je volgende doel? Er wordt wel veel gevraagd, hè, naar vrouwen op YouTube, weet je wel, met die comments van wanneer ik een vrouw, maar dan ben ik bang dat ik weer in de verkeerde gat zit. Lieke Martens of zo, dat zijn toch ook voetbalzus die ertoe doen? Ja, misschien ook vrouwen die zeg maar bij journalisten zijn of zo, weet je, van Helene Hendricks. Die zal wel kunnen achterin. Jeroen, zeker. Jij ook van de partij, mooi dat je er bent. Wat doe jij tegenwoordig? We weten het wel ongeveer, je werkt met jongeren, hè? Ja. Ik doe nou, we proberen jongeren terug te brengen in de maatschappij. Ik, een beetje die, een beetje lastig zijn af en toe. En, dus, net als jij vroeger? Ja, zo'n beetje wel. Ja, maar dit zijn bepaalde jongens die zijn thuis niet meer te handhaven of die komen ergens anders vandaan. En wij zijn een open instelling en wij proberen die jongens terug te brengen in de maatschappij. En, een soort Pascal de Vriesjes, zeg maar. Ja, want die kennen jullie goed. Jullie hebben een gezamenlijke geschiedenis bij FC Twente. Het seizoen 1999-2000. Met elkaar gespeeld. Succesvol seizoen. Jij hebt wel eens gezegd, Annie, dat is eigenlijk mijn gelukkigste periode als voetballer geweest. Als huurling van Ajax. Ja, klopt. Zeker. Ja, ik was verhuurd en ik kwam bij Heubach in het elftal bij Pascal de Vries. We hadden het net al even over, maar die sfeer daar was zo top. Dus in Amsterdam was het toch wel wat iets arroganter en dat was niet mijn ding. En, voelde als familie, heb je wel eens gezien? Ja, ik kom graag nog in Enschede en bij wedstrijden en zo. En René, die is ook altijd grappig en aardig. Dus, maar ik kom altijd vaak, of tenminste, als ik hier ben bij Twente, dan moet ik altijd ook goed onthalen. Ja, dan kom ik zeker goed. Ja. Maar ik voel me wel thuis hier. Dus ik wilde niet meer terug naar Ajax toen ik daar toen ik bij Twente weg moest. Ik kreeg van Rutte door van nou, je moet terug naar Ajax, want ik had nog een contract voor 3 jaar. Je moet terug. Tranen? Ja, huilen. Ik stond echt te huilen als klein kind. Want ik wilde gewoon bij Twente blijven. En ik moest terug naar Amsterdam. Ja, wat was die Van der Meijden voor een gozer in de groep, Jeroen? In het begin was hij wel een beetje rustig. En later... Je moest even wennen. Ja, circus. En later is het gewoon, gewoon een gezellige gozer. Die hield van grapjes en... en ze waren wel meer jongens en ze zaten elkaar een beetje te versterken en grapjes maken. En zodoende werd wel. Maar jullie hadden minder buitenlanders, of niet? Jullie hadden minder toch? Ja, Spira hadden we het, een paar Belgen, vier Belgen. Ja, van een paar, de Witte, volgens mij. Ja, en dingen zat toen niet best. Nee, die was Peremans. Heb je nog Peremans gespeeld? Ja. En Jan, die kleine, rechtsback, weet je? Ja, Jan... Verlinde. En teammanager Toon Rennes. Ja. Daar hadden jullie een speciale band mee. Maar dat was geen buitenlander. Het was geen buitenlander, maar wel iemand... Die praten wel zo, maar dat was gewoon al Nederland. Met wie jullie een speciale band hadden. Ja, zeker. Ik heb met Toon altijd contact gehouden. Ook bij elke club waar ik speelde, belde Toon me altijd. En we hadden elkaar zijn nummer. Ja, dan begon die weer. Hoe is het nou? Ja, hoe zijn we nu? Kiet er maar goed. Ja, kiet er weer. Oh, dat komt niet bij. Dus maar we hadden altijd contact. Thomas was zo'n mooi vent. En het is jammer dat hij echt dat hij weg is gegaan. Ja. Jeroen, Toon Rennes, voor jou ook belangrijk geweest? Ja, Toon is voor mij altijd. Ik ken Toon al heel lang.
Hij is toen al bij het tweede elftal, toen ik in het tweede elftal speelde, was hij toen al leider en later bij het eerste elftal. Maar ik heb met toen altijd een goede band gehad en samen een sigaretje roken en dingen praten en zo. Ja, toen, ik kon altijd goed opschieten met toen. Je moest toen al kennen, ja. Maar voor de rest was het gewoon een goede gozer. Ja, René, jij tot op het laatst natuurlijk contact met Toon gehad, hè? Tot op ja, een aparte band hadden we. Ik kan me herinneren, vroeger bij Sportclub was hij al teammanager van mij. Hij was de hele toen de geselecteerde jeugd en de trainer zei, dus één wissel en er is René Wagelaar, die gaat op de bank en ik zeg, nee, ik ga naar huis joh, ik doe niet meer. Dus ze gingen allemaal naar buiten, ik begon allemaal uit te kleden en ik zei, nee, ik ga naar huis. Toen zei, alsjeblieft, zie je, ik zei, ik ga naar huis joh, alsjeblieft, is die. Nou, op een gegeven moment, ik haal dat ding zo uit de broek en ik zei, ik hem zo in de tas. Huppakee. Ik denk, ik word helemaal gek, Ed. Ik word helemaal gek. En ik ben zo droef. Ja, nee, dat echt waar. Droef, zei hij. Dat dacht ik. Weg is weg. Ik kan me verdomme niet. Nee, dat deed ik niet. Maar later is het gekomen. Maar dat vond hij heel mooi eigenlijk, dat karakter. Hij hield al van. Ja. We hebben jaren toch contact gehad. Altijd bellen en. Ja. En toen werd hij ziek. En toen vroeg hij of ik hem dus helpen wou. Want hij had blijkbaar niemand die dat wou. Of waar hij het vertrouwen in had, met alle papieren, dat heb ik tot laatst gedaan. En was opmerkelijk, was de laatste keer was Ajax tegen, moet ik het goed zeggen, ik dacht Zwolle. Toen belde ik hem nog om 4:30 op en zei ik ga even iets eten, bel me nog met een uurtje even terug. Ja. Ik heb gebeld, nooit meer gesproken, zat hij dood op het toilet, bleek later s'avonds. Ja. Wel een nare dood. Als je maar wel een mooi mens, hè? Ach man, zeker, zeker. Ik weet niet wie nu teammanager is bij één, maar bij Twente, maar die kan daar niet aan tippen. Echt? Nee, maar goed, dat is ook een ervaringsvak natuurlijk. Dat moet je lang doen. Ja. Andy, op een gegeven moment moet je terug, hè, zoals net gezegd, van Twente terug naar Ajax. En dan maak je wel furoren als voetballer, als buitenspeler. En ik kan me één ding herinneren, een fantastisch doelpunt bij AS Roma voor Ajax in de Champions League. En dan maak je een gebaar en dat had een Twentse achtergrond. Hè? Ja, zeker. Ja. Wat deed je precies, weet je? Kun je dat ja, ik deed het, ja. Weet je, een geweerschieter dus zo. Kijk wel, hè, de groep houden. Ja, 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 je doet ook wel eens. Ik ben boos. Ik schiet vaak geraakt. Ja, ik deed het die tijd ook wel. Maar ik kwam dan altijd bij, na de training ging ik naar Jan Boomkamp, sponsor ook van Twente. En die heeft mij opgevangen, eigenlijk met mijn ex-vrouw. En ik zat ook, na de training zat ik altijd bij Jan. En bij Harry Boomkamp en dan hadden ze zijn jagers, weet je wel. Dus ja. Ik stond daar een keer op dat weiland daar bij hun en toen zei hij, moet je schieten? Dus ik dacht, ja, is goed. Dus ja, dat vond ik wel mooi. Dus een klap, weet je wel. En, dus dat dacht je aan toen je scoorde? Ja. Dus dat was wel een heel mooi verhaal, want ik scoorde toen. En toen, op dat moment begon de oorlog in Irak, Amerika, de oorlog in Irak begon. En er stond op ESPN heel groot van een van de meiden die steunt Amerika in de oorlog tegen Irak. Och. Ja, maar het was gewoon voor Hirutek. Het was gewoon voor Hongkong. Ja. En scoorde jij die avond alleen op het veld, Andy? Twee keer. Ik scoorde twee keer. Ja, dus één keer op het veld? Ja, één keer op het veld. En de andere was Holoman in de hotelkamer. Ja, want je had een afspraak gemaakt met een secretaresse. Lezen we in je boek? Of met een stewardess? Ja, ik had een stewardess, Wadervlag, een vaste crew, weet je, om het vliegen. En ja, Koeman die zei, normaal vlieg je dan terug, weet je, naar een wedstrijd in de Champions League. Maar Koeman zei, nou, we zijn door naar de kwartfinales. Blijf maar hier, joh, dan gaan we feesten. Vrijavond. Dus wij feesten, dus, je doet maar wat je wilt. Dus ik had het nummer van een stewardess, had ik al een paar maanden in de zak zitten. En toen was het de avond ervoor om echt een keer los te gaan. Ik zit daar te appen. Of de sms'en en Jody Dulac, onze tweede keeper, die zat ernaast. En die zei, wat ben je aan het doen? Ik zeg, ja, dit en dit, dat meisje komt zo. Die zei tegen mij, oh, mag ik kijken? Hij wou kijken hoe ik die goal scoorde. En hij ging achter gordijn staan en dat meisje kwam binnen. En dacht ik van, ja, ik moet toch wel een beetje goed opstellen. Dus ik ging op mijn rug liggen en zij stond bovenop me. En hij hield het achter het gordijn. Kniphoog. Ja. Zo'n ding van de avond. Ja. Legendarische avond voor jou, in alle opzichten dus. Jeroen, was jij ook van dit soort uitspattingen rondom wedstrijden? Nee. Jij had wel de gunst van het FC Twente publiek. Heubach, moet ik zeggen, hooligan. Ja, dat wel, maar bij mij is het wel van wedstrijd spelen en daar lekker bier drinken. En daar was ik wel voor. En, levensgenieten, dat ben je natuurlijk. Ja, ben ik nog steeds, kun je wel zien of niet? Je ziet er goed uit, man. Dank je wel. Nee, maar voor mij was het gewoon de hele week bij aan het trainen en het voetballen. En na de wedstrijd was ik gewoon
ontspanning. Ja, dat heb ik gewoon nodig. En dan was het veel bier drinken af en toe, ja. Lekker toch? En, maar tijdens de seks kun je toch ook wel bier drinken? Ja. Of wat, ja. Vind ik niet zo. Dan moet je multitasken, hè? Moet je multitasken. Ja, dat is twee keer. Ja, ja, dat is moeilijk. Ja. En jij bent van de tattoos. Ja. Wat betekenen de dingen die jij op je lichaam hebt laten zetten? Nou, heel veel is echt onzin. Ja. Gewoon omdat het leuk is. Ja, ik heb hier wel mijn vrouw getatoeëerd. Oké. Okay. Ja, dat was een paar maanden. Gaat er een beetje af, of niet? Een paar maanden geleden. Ja. Maar nu moet ik hem echt dubbel maken, zeg maar. Oh, ja. Ja, ja. En de naam van je vrouw zag ik ook, hè? Naam, ja, van mijn vrouw, ja, maar okay. Er kan altijd wat overheen, natuurlijk. Ja, ja, ja. Maar heeft dat een bepaalde. Is dat puur voor de sier, of heeft dat ook vanuit je hart een betekenis? Ja, ik heb dat met de naam van mijn kinderen en zo, en mijn nummer, rugnummer altijd en zo. Maar ja, sommige dingen die ik heb gezet, dus als dit, zo'n tribal, dat was toen 20 jaar geleden, was helemaal hot. Oh. Ja. En dan begon ik daar als eerste mee en toen dacht ik, en nu denk je van ja, waarom eigenlijk? Je ziet het bijna niet bij zaakwaarnemers. Ja, het wordt steeds gekker natuurlijk, hè. Als je ziet elke spelende jeugd, iedereen heeft het al. En, of kun jij niet achterblijven? Ja, ik zou kijken, als jij zegt van, zoals ik bijvoorbeeld, ik heb dan nu, zaterdag ben ik even weg geweest. Kijk, René. Kijk, René Wagenaar. Een zaakwaarnemer. Ja, kom door. Alles in één keer gezet, hè. In één keer alles. In één keer. Kijk, hier staan allemaal gasten van de afgelopen jaren. En ja. Maar wat betekent alle clubs, die alle clubs waar ik gespeeld heb, staat hier. Ja. Dus nee, joh, ik wil gewoon in die opdracht. Maar jij bent eigenlijk de eerste zaakwaarnemer met een tattoos vol op de arm gedrukt. Ja, dat is het. En wat betekent het nog meer, die andere kant? Bijvoorbeeld daar bij Jeroen. Nou, hier staat bijvoorbeeld dat voor alles voor het komende seizoen heb ik hier staan. Ja. Ajax wordt kampioen, staat hier dus. Ja. FC Twente wordt dus een van de laatste plekken wel, nummer 15, gaan ze om strijden. Ja. Hier staan alle waarheden voor het komende seizoen. En dan ga ik ze weer volgend seizoen een nieuwe overeen doen natuurlijk. Ja, okay. Jawel. Maar ik vind gewoon dat ik mee moet doen, anders blijf je achter. Ja. Ja. Jeroen verbaasd over de tattoo-explosie op het lichaam van René Wagelaar. Ja, had ik niet verwacht. Ja, je zou het hier ook kunnen doen, maar ja, er kan maar één letter op met zo'n smal bosje natuurlijk. Ja, deze jongen heb jij ook tattoos, Jeroen? Ja, ik heb wel een paar, ja. Ja? Niet op je armen zien? Nee. Ik heb waar heb je ze wel? Op mijn rug en op mijn buik en borst. En, oh ja. Dus ik heb dat toen zeker op de buik niet. Ja. Of ze te laten zien, dat gaat maar ver. Wat heeft het voor jou voor een betekenis? Ja, ik heb het altijd wel graag gewild. En ik heb die dingen waar ik erop heb staan. Ja, dus, en ik heb altijd nummer 12 heb ik erop staan. Ik heb de naam van mijn kinderen erop staan. Oh ja, dat is mooi. Ja. Ik heb het initiaal van mij en mijn vrouw erop staan. Ja. En voor de rest dingen waar ik leuk vind. Een kooikaart waar ik erop staan, een draak. Okay. Een beetje een dierentuin heb ik. Ja, maar denken jullie niet, als je nog later ouder bent, als jullie ouder zijn, denk je niet als je 60 bent of weet ik veel, dan heb ik die dat erop staan, zakt alles wat lijkt me. En dan staat bijvoorbeeld, Elise staat er nog alleen maar Lies. Of het wordt, het maakt niks uit. Dat maakt niks meer uit, joh. Nee, dan denk je toch gewoon, laat maar hangen. Nee, wat vroeger in de weg stond, hangt Het begint naar mij nu ook al. Stond in de weg, hangt in de weg. Jezus. Even een paar actuele dingen. FC Twente heeft vorige week Gonzalo Garcia aangesteld als zijn nieuwe hoofdtrainer. Ik was assistent. En die, wat denk jij daarvan? Twee trainers. Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik ken hem niet zo goed. Nee. Helemaal niet. Spaans. Zijn dat de twee? Nee, het is volgens mij zijn één met een gecompliceerde naam, met een dubbele naam. Garcia. Ja, okay. Gonzalo heeft gespeeld onder meer bij Heracles, Groningen geloof ik. Ken jij hem? Ik heb hem wel zien lopen. Ja, maar niet. Ik heb nooit een club getraind. Dus, wat vind jij daarvan, René, dat hij wordt aangesteld of is aangesteld? Ja, ik denk dat de leiding zei: we gaan bungee jump, alleen jij krijgt er geen elastiek bij. Nee, je hebt er geen vertrouwen in. Dat heel. Wat lag je nou? Nee, maar. Ja, mooie metafoor. Nee, maar een trainer die heeft nog nergens een elftal getraind. Op dat niveau zeker, want die mag ook niet lager. Of wat. En die gooi je nu in één keer. Twente is altijd een beetje in brand. Is altijd wel iets. Moeilijk jaar wordt het en dan zet je Kuzia er nu voor. Ik vind het een risico. Het is een risico, dat klopt. Alleen moet je hem niet gewoon het voordeel van de twijfel geven. Tuurlijk, gewoon beginnen. Je kunt moeilijk, ik hoor ook opmerkingen van supporters die zijn kritisch. En die maken dit hele, deze beslissing af eigenlijk. Maar moet je niet gewoon achter die jongen met z'n allen gaan staan? Ja, tuurlijk. Wel de kans geven, maar je vraagt mij wat zo. Ja. Het is een risico, net wat je zegt. Het is een risico. En als hij echt de eerste vier wint. Ja, dan lopen we allemaal weer door Enschede met de vlag. Maar ik had verwacht dat ze die dingen zouden halen van Emmen. Nick Lukien. Ja, dat is niet gelukkig. Luchtere man.
Ja, is er contact geweest? Dat weet ik niet, maar ik denk, hij heeft dit jaar heel goed gedaan met Emmet. Dus ik denk, voor Twente. Ja, denk, die halen ze gewoon. En dan gaan ze nu. Ja. Waar heeft dat mee te maken dan? Met budget, denk je? Dat ze die jongen. Nou, ook met filosofie van Ted van Leeuwen. Die heeft een heilig geloof in de aanvallende voetbal. Identiteit, zeg maar, van Garcia. Maar goed, inderdaad, hij moet nog beginnen, Jeroen. Wat vind jij daarvan, van deze aanstelling? Ja, die cursus wat ze hebben gemaakt, Kijk, wat René ook zegt, is een trainer die begint nog voor zichzelf. Het is de eerste keer dat hij een ploeg traint, zeg maar. Het heeft natuurlijk wel een beetje risico, maar het heeft natuurlijk ook weer mee te maken met wat voor materiaal je allemaal krijgt. Ja. En kijk, op dit moment weet de meeste niet met wat voor spelers Twente krijgt. Maar je moet hem wel gewoon een voordeel van de twijfel geven en gewoon de kans geven, want anders... Hij is wel voor jeugdhoudig. Ja, en supporters zijn heel negatief, hè? Dat hoor je ook zo recht. Maar dat is te voorbarig, kan ik me voorstellen. Nee, kijk, je moet eerst nog beginnen en dan kunnen we pas kijken. Wat René ook zegt, als je de eerste vier wint, dan loopt iedereen met je mee. Maar je weet dat bij Twente, als je een paar wedstrijden verliest, en vooral de laatste jaren, dat de trainers altijd gelijk uitgevloerd worden. En het is wel weer, Ik heb het vaak. Deze club, hè? Kijk naar Erik bij Ajax, hoe ze begonnen. Ja, okay. Je ziet het. En nu lopen ze allemaal achter hem aan. Dus als het mee zit alles en hij is er doorheen door het begin en ze hebben een puntje of 25 met de winterstop, weet ik veel. Heb jij altijd geloofd in Erik ten Hag bij Ajax? Ajax is jouw club, hè, weet je? Ajax is wel mijn club, ja. Ik weet dat, we hebben ook met Erik gespeeld, hij stond ook wel eens in de kleedkamer in de rust bij Twente ook, dan gaf hij al aanwijzingen van hoe we moesten gaan spelen en zo. Dus hij was wel echt zeg maar bezig met tactische, op het tactische gebied, zeg maar. Hij was niet echt een geweldig voetballer, vond ik, wel harde werken, maar... Ja. Liep een beetje moeilijk. Ja, had dat s'avonds had die problemen zo. Nee, maar. Ja. Maar wel inzicht. Slimme voetballer. Ja, maar niet deze van wauw, echt. Nee. Maar hij gewoon heel, heel slim, ja. Dus, ja. Maar in het begin dachten we ook van best wel moeilijk, weet je wel. Je komt van Utrecht, maar ja, hij heeft dan ook bij Bayern München gezeten. Dus dat gaf wel vertrouwen. Je zit daar niet voor niks natuurlijk. Hè. Maar hij moest ook eventjes laten zien wat hij kon. En in het begin was het echt wel dat iedereen zei van ja, ging ze ook zeiken om ze voorkomen. Weet je wel, hoe hij dan dingen uitlegt, hoe hij praat en zo. Dus hij werd al snel in zo'n hokje gestopt van hij heeft geen uitstraling van een Ajax-trainer. Nou, wat, slikt te veel in. Wat moet dat zijn dan? Ja, wat moet dat dan zijn? Ja, als hij gewoon presteert, is er niks aan de hand. Dus, en dat heeft hij gedaan en iedereen is nou helemaal gek van hem. Ja. Maar dat is toch wel een beetje het Ajax-publiek, hoor. Je moet eerst bewijzen en dan ben je pas welkom. En een beetje het opportunisme van de voetbalwereld natuurlijk. Ja. Hè? Ja. Even die andere club uit Twente die nog meedoet om de prijzen, in dit geval een Europees ticket. Dat wordt wel lastig, hè. Heracles heeft verloren thuis natuurlijk van Utrecht 0-2. De trainer is natuurlijk nog vol hoop, Wormoed, van dat gaan we goed maken. Het is vaker gebeurd, dat moet je wel zeggen. Ja. Maar hoe realistisch is dat, Jeroen? Ja, ik denk niet dat ze daar gaan winnen. Dat denk ik niet. In principe afgelopen weekend waren ze niet slechter als FC Utrecht, maar... Het was een goede wedstrijd, even los van die paar. Ja, dat wel, maar ik denk niet dat het Heracles daar gaat redden. En vooral niet hoe ze de laatste week bezig zijn, hoe ze voetballen. En hoe die trainer dan op televisie hoort lullen van we gaan niet meer lullen, we gaan trainen. Ja, maar ze dan gewoon gelijk gaan trainen en niet gaan lullen de hele tijd. Want dat schiet meer op dan dat gelullen altijd, maar vind ik... Want op het veld trainen, daar kun je het gewoon laten zien en dan kun je oefeningen doen wat je graag wil doen. Maar ik denk met al dat gelul, dan kom je niet zo ver, denk ik. Nee. Maar ik denk niet dat Heracles gaat redden daar. Nee. Niet lullen poetsen is jouw devies. Wat denk jij, dat gaat niet meer lukken? Utrecht, nee, dik advocaat thuis. Ja, die pakt hem en dan krijg je denk ik Utrecht, Vitesse. Ja, ja. Denk wel. Of Groningen, die ook goed waren. Ja, maar in Arnhem is het wel moeilijk voetballen. Ja. Mm-hmm. Dan gaan ze voor die half lege stadion. Ja, het is moeilijk voetbal. Publiek erachter. Ja, dat is halve publiek. We hebben ook van die dingen gebruikt, hè? Van supporters die juichen. Die zijn via de speakers. Hè? Ja, ik zag leuk. Dat is nog uit 1980. Ja, jij komt uit Arnhem, jij weet hoe het daar zit. Ik belde dus een keer naartoe, 2 jaar geleden, voor 2 kaarten. En als je zag, wanneer we twee kaarten kregen. Yeah. En ik mailde naar een meisje, ik zeg graag 2 kaarten, blablabla. Kreeg ik terug, u hebt geen speel in het eerste van Vitesse, dus helaas kunnen we niet. Ik zeg, wat is dit nou voor populair gedrag in een half leeg stadion? Yeah. Ja, dan kun je de hele familie, dan kun je wel een hele dorp nog ernaast zetten. Er is niks, er zit helemaal niemand bijna. Ze hebben me verkleind ook, hè? Ja?
Oh, dat lijkt heel groot op televisie nog. Dat hebben ze verkleind. Ja, ze hebben verkleind. Dan lijkt het of er meer mensen zitten. Maar duurt het dan? Nee, maar dat is dus de policy. Hè? Dat een zaakwaarnemer die geen speler heeft, die kan dan. Ja, maar vandaar het holle geluid ook. Ja. En dan hoor je al die kinderen weer aan. Dan hoor je heel vaak. Want er zit niks. Moet ergens vandaan komen. Nog heel even over Ajax. Want er is natuurlijk veel. Ten Hag krijgt te maken met een nieuwe selectie. Er zullen 3, 4, 5 spelers weggaan. Spelers van importantie. En jij zit dicht bij het vuur. Welke spelers gaan ze nou halen, denk jij? Want jij noemde zelf al de naam van Berghuis. Van Steven Berghuis, ex-FC Twente. Ik denk dat ze, als ze Ødegaard niet kunnen halen. En Ziyech gaat weg. Het is nog niet, misschien blijft hij wel. Hè? Het is toch een aparte jongen daarin. Dus als hij het goed naar zijn zin heeft, dan blijft hij gewoon. Willen ze Ødegaard halen, maar die heeft weer zo'n constructie in zijn contract als Real Madrid met doorverkooppercentage en zo. Dat gaat Ajax niet doen, denk ik. Nou, dan lijkt mij dat je dan bij Berghuis uitkomt. Ja. Dus international ook. Ja, is een goede speler, denk ik ook wel een Ajax voetballer. En Bergwijn? Bergwijn denk ik ook dat ze die gaan halen, ja. Dat is de eerste keuze. Want ik denk dat hij zelf ook wel heel graag in Amsterdam wil. Ja. Hij heeft een appartement gekocht. Ja, in binnenstad. Ja, ik hoorde het. Nou, dus, gisteren had hij een tweetje gestuurd met goed uit Amsterdam. Ja, dus hij begint al. Maar ja, ik denk wel dat ze 35 miljoen vragen. Ja, maar heeft Mark bij zich als hij er naartoe rijdt. Ja, in de binnenzak. Oh, hier zegt hij, hup, dat is veel klaar. Die hebben geld, die hebben 350 miljoen. Ja, dat zie je niet vaak, hè, dat een speler van de ene topclub naar de andere topclub gaat. Dat moet als een nederlaag voelen voor PSV als het doorgaat, Jeroen. Ja, dat zeker. Zoals je van Bommel ook hoort praten van die laten we niet gaan. Maar als puntje bij het paaltje komt en ze leggen 50 miljoen neer of wat dan ook, denk ik daarvan. Hij gaat zelf ook weg, man. Ja. Die van Bommel. Ja, ja, dit seizoen denk je? Of? Ja, dat kan wel. Bij Miesje toch? Ja, dat denk ik. Die is weg. Ja, ik denk dat Kovac nog wel blijft, omdat hij de dubbel gaat pakken waarschijnlijk. Dus ze kunnen hem moeilijk eruit gooien, denk ik. Maar hij staat altijd op het lijstje daar, ook voor de toekomst. En dat geldt ook voor Ten Hag. Natuurlijk, hè, bij Bayern München. Ja. Over lijstjes gesproken en clubs. Jeroen, heb jij nog ambities om bij een voetbalclub aan de slag te gaan? Niet als trainer. Het lijkt me wel leuk om spelers te begeleiden. Jonge spelers die zeg maar nog de stap moeten maken naar het eerste toe of wat dan ook. Dat is net iets wat ik nu doe, alleen dan met voetballers. En dat lijkt me wel leuk. En ik denk dat daar nog wel heel veel in te halen valt. In te begeleiden. Ja, in het begeleiden van jonge talenten naar het eerste toe of wat dan ook. En dat lijkt mij leuk. Of een beetje scouting. Maar als trainer, ik heb nog trainingspapieren gehaald. Ik ben een paar jaar trainer geweest bij Twente. Ja. En in de jeugd. Ja, ik vond het wel leuk. Maar op dit moment wat ik nu doe en die tijd dat ik nu niet train. En vind ik dit leuker wat ik nu doe. Maar alleen wat ik zeg, van ik zou wel, het lijkt me wel leuk om spelers te begeleiden. En qua echt dat ze weten waar ze mee bezig zijn, de stap naar het eerste kunnen maken. En dat lijkt mij wel hartstikke leuk. FC Twente? Jouw clubpie? Ja, zo. Als ze met zoiets komen, ja, we kunnen altijd praten. Maar, dus, je staat er open voor, dat is belangrijk. Ik sta er wel open voor, maar ja, bij Twente weet je toch nooit. Dat weet je nooit. Nee. We gaan het afwachten hoe dat gaat lopen. En wat hij daar zegt, hè, begeleiding van spelers die de stap moeten maken naar het zelfstandig voetballerschap, zeg maar. En dat is ook iets waar jij misschien vroeger wel wat aan gehad had. Hè? Want jij bent ook een beetje aan je lot overgelaten. Ja, kijk, als jij jong bent en je verdient echt gewoon miljoenen. Weet je bent gewoon kind en je krijgt niks over geld op je bankrekening. Ja. En je kan maar kopen wat je wilt en er is niemand die daarop let. Ja, dan kan het verkeerd aflopen, kijk maar naar mij. Maar dat lijkt me ook wel wat. Kijk, niet trainer zijn, dus is niks voor mij. Dat is echt. Ik wil echt gewoon ook wat jongens zeggen, begeleiden van spelers. Of, zou jij dat ook willen? Ja, zeker. Ik zeg, lekker twee concurrenten. Maar zit je dan weer goede fatsoen? Lekker jongen. Nee, maar niet als zaakwaarnemer. Oh, gelukkig. Gewoon bij een club, zeg maar. Nee, ik snap het. Geen zaak. Gisteravond zei je tegen El Ghazi bij het VTBL, hij zei, ga niet naar Everton. Doe dat niet. Nee. Omdat dat... Nou, dat is een goede tip. Maar ja, het is ook anders voetbal en zo. Het is een moeilijke club. Kijk maar naar Klaassen, die daar ook zat. Was top bij Ajax. En nu is hij bij Werder Bremen is die weer omhoog gebloeid. Maar het is gewoon een moeilijke club. En kijk, Everton, ik heb dan wat geroepen gisteren, krijg ik allemaal weer berichtjes van die Engelsen van fuck you, dit en dat. Maar het is gewoon een moeilijke club. Ja. Heel simpel. En ze willen altijd maar meedoen met de top 4 en zo. En ze willen Europees voetbal, maar ze halen het bijna nooit. Nee, het is altijd net eronder. En ik kwam daaraan, ik denk, nou, ik ga bij Everton tekenen, want ze gaan Champions League spelen.
moesten ze voor onder spelers verloren ze de eerste wedstrijd met 6-0. Ja. Had ik net getekend. Ik denk, oh, kut. Dat is jammer. Okay. Ja. Deed je wel mee toen die wedstrijd? Nee, ik deed niet mee. Oh, nee, nee. Dom. Ja. Het had er ongetwijfeld mee te maken. Maar goed, ja, denk het. Nee, dus jij zou inderdaad wel graag ook je zeg maar ervaringen willen aanwenden om jonge spelers. Ja, als, wel bij een club. Ja, bij een club. En als dat niet lukt, ja, dan moet ik gewoon zaken nemen. En dan, ga je zaken doen, man. René, stop dan. Ja. heb je contacten in die sfeer? Heb je bij een club? Ja, ik heb wel. Ja, ik heb heel veel contacten. Ja. Ja. Welke club zou het dan? Zou je het graag willen doen? Bocaccio Lara. Ja, Ajax, of ook bij Twente, want ik heb met Twente ook nog, daar voel ik nog steeds liefde voor. Oké, okay. Dus de tandem Heubach van der Meijden zou inderdaad wel zoiets zijn. Ja. We hebben het genoteerd. Dat was weer een aflevering van Voetbaltijd, dames en heren. Een hele opvallende aflevering, een leuke aflevering met een zaakwaarnemer die plotseling zijn spierballen toont in de vorm van tattoos. René Wagelaar, bedankt René en ook vooral bedankt Jeroen voor de komst. Bedankt Andy voor de komst. Bedankt voor jullie aanwezigheid. En succes met alles wat jullie nog gaan doen in het leven. Dat was weer een aflevering, zoals gezegd, van Voetbaltijd. Volgende week zijn we er weer met de laatste van dit voetbalseizoen. En de gast die we dan hebben, dat is nog niet bekend. Maar dat ziet u vanzelf. Tot volgende week. Tot dan.